Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading. En deze week staat in het teken van terug naar je basis gaan. Dit is natuurlijk heel logisch. Vorige week zijn we bezig geweest met een stukje energetisch opruimen. Zijn we terug naar ons lichaam aan het gaan, daar weer aan het landen. En vandaag gaat het eigenlijk, of deze week gaat het eigenlijk over terug naar je basis gaan. En dan ook vooral een stukje emotioneel en mentaal. Vooral daarin de vraag, wie ben ik en wat ik geloof ik? Spelen hier een hele grote rol in. Wat is mijn basis? Wat is hetgeen waar ik op functioneer, waar ik op sta? Wat zijn mijn prioriteiten? Waar geloof ik in? Wat vind ik belangrijk? Vanuit welke basis leef ik? Vanuit welke geloofsbasis? Vanuit welke visie leef ik? Deze week zijn we dus aan het teruggaan naar die basis. Zijn we dingen dus ook aan het versimpelen voor onszelf? Tenminste, dat is de uitnodiging van deze energie. Ook van de volle maan natuurlijk. Wat is mijn basis? Wat is waar ik in geloof? Wat is mijn visie? Wat zijn mijn prioriteiten? Waar gaat mijn leven ook alweer om voor mezelf? Dat is alles waartoe je uitgenodigd wordt. En dat betekent dus ook dat je een soort van frustratie kan gaan voelen. Omdat er bepaalde dingen misschien niet zo lopen zoals je zou willen dat ze lopen. Of dat je leven toch een beetje ingericht is op een manier waarvan je zegt van... Ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Dat kan daardoor wel sterker naar voren komen. Dit is niet wat ik wil. Hoe dingen nu lopen, waar ik nu woon, wat voor werk ik nu doe, wat voor een relatie ik nu heb, of dat ik geen relatie heb. Dat is niet wat ik wil. Dat gevoel kan wel de overhand nemen. Het is niet erg, wees er alsjeblieft niet te streng voor jezelf. Want het is ook een stukje verwerking als het ware. Maar probeer ook niet... in vast te lopen, want het is een uitnodiging om hele kleine stapjes, babystapjes, niet te veel druk op jezelf te leggen, maar babystapjes weer te zetten naar een leven wat je wel wilt, wat past bij jouw basis. Even niet afgeleid te raken van wat iedereen vindt en hoe de maatschappij moet functioneren. Nee, wat wil jij? Waar geloof jij in? Daar weer even naar terug te gaan, daar weer even iets meer mee te doen. En daarmee weer meer tot jezelf te komen. Want de ruimte is daardoor ontstaan. Omdat we vorige week dus energetisch wat meer opgeruimd hebben. De steen die hierbij kan helpen is de rode jaspis. De rode jaspis helpt je namelijk te ontgiften, te reinigen, tot jezelf te komen. Werkt in op die stuitchakra. Werkt daarin dus heel helend door. En helpt je ook te gronden en meer bij jezelf te komen. Dat gezegd hebbende ga ik hem hier afronden. En wens ik je voor nu... een hele fijne dag toe.